Bijna 11 maanden nadat hij voor de tweede keer een voorste kruisband volledig afscheurde, heeft Petter Andersson zijn rentree gemaakt op het voetbalveld. Dinsdagavond speelde Andersson in Emmen 15 minuten met Jong FC Groningen tegen hoofdklasser WKE. De Zweed kijkt met een goed gevoel terug op zijn terugkeer. Ja, het was leuk. Het is nu bijna 11 maanden na de blessure en 9 maanden na de operatie. Zo. Natuurlijk was het... ik heb op die dag gewacht een lange tijd nu. Ja, was het ook een beetje een bevrijding? Een bevrijding? Ja, natuurlijk. Ik kreeg een goed gevoel in de knie en ook voetballen. Zo. Het was... Ja, heb je er ook bewust voor gekozen om er iets langer over te doen, voordat je terug zou komen? Ja, nou, man, ik denk dat dat was nodig na de tweede blessure. En, nu heb ik bijna 3 maanden extra gerevalideerd. Ja, gerevalideerd. En dat was goed voor mij. Nu voelde ik echt goed. Ja. Dus je staat hier gewoon echt met een lekker goed gevoel? Ja, nou, maar zo is het. En, ik voel sterk en ik voel positief in de hoofd. En, zelfvertrouwen is er helemaal terug? Ja, voor de knie wel, maar dan is de volgende is voor de voetballer. En dat is de volgende stap. Ja.